Goedemorgen allemaal. Wat fijn dat ik jullie allemaal weer zie. Het is vandaag alweer maandag. Hé, ik hoor iemand binnenkomen. Goedemorgen, juf Corine. Goedemorgen. Goedemorgen, Jusietske. Wat fijn dat je er bent. Ja, ik denk, ik kom even kijken. Had ik vorig kind een kleuter tv natuurlijk, iedere dag. Of iedere dag, jullie hebben 3 keer in de week, hè? Ja. Maar ik kijk ook vaak nog een herhaling. Ik denk, nou, nu moet ik toch even zien hoe jullie dat doen. Oh, ik denk dus, dat de kinderen dat wel heel erg gezellig vinden, hoor. Maar, juf Corine, hoe was jouw weekend? Mijn weekend? Ja, anders dan anders. Want we zijn natuurlijk heel veel binnen. En normaal gesproken zijn mijn kinderen heel veel weg. Gaan stappen. Ze zijn al bijna 20 en 21. Dus die zijn nu allemaal thuis. En we bedenken steeds iets anders. Dus we zijn aan het puzzelen. We zijn aan het lezen. Fietsen doe ik ook nog met mijn man. En we koken lekker. En we doen spelletjes. Dus dat is een beetje de invulling van ons weekend. Oh, maar dat is best nog wel heel erg veel, hè? Ja, en natuurlijk, ik hou ook in de gaten hoe het op school gaat. En met alle kinderen en met alle meester juffen. En dan moet ik ook wel veel mail lezen. Dus dat doe ik ook nog. Ja, dat klopt. Ik lees ook wel heel veel mail, hoor. Maar goed, dat hoort er een beetje bij. Ja. En maar ik had het eigenlijk al een beetje verklapt, hè? Wat voor dag het vandaag was. Ik ga toch nog even aanwijzen. Weten jullie nog? Dit is vandaag de maandag. En de kinderen, bij juf Mariska en bij mij uit de groep, die weten altijd als het maandag is, dan staan daar altijd 2 stipjes op. En dat betekent een lange dag. En als juf Mariska komt, is het altijd maar 1 stipje. Dat betekent een korte dag, juf Corine. En dan hoeven ze geen brood te eten op school. Dat is ook zo. En de lange dag, dan weten jullie, dan ben ik altijd buiten met de pauze. Alle lange dagen. Dus dat is wel heel leuk. Maar ze kennen jou ook al wel heel goed, hè, juf Corine. Dat is wel heel erg fijn. Maar als we gaan beginnen, dan hebben we ook eigenlijk altijd een liedje. Nou. Zullen we het liedje eens gaan zingen? En dan kunnen jullie thuis heel erg goed meedoen. Want jullie kennen hem allemaal al. Van Goedemorgendag. Ja, die ken ik ook. Oh, dat is fijn, juf Corine. Dan gaan we die zingen. Goed. Nou, ga ik eerst op 3 tellen? Oh, dat is goed. Ja. 1, 2, 3. Goedemorgendag, goedemorgendag. Zie jij wat ik zie? Het groene gras, de blauwe lucht. De vogels in een lange vlucht. Hé, dag, zie jij dat ook? Goedemorgendag, goedemorgendag. Hoor jij wat ik hoor? Een vrolijk lied, een mooi verhaal en woorden voor ons allemaal. Hé, dag, hoor jij dat ook? Goedemorgendag, goedemorgendag. Dag, 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 dag. Nou, hoi allemaal. Dat was een leuk liedje met juf Corine en juf Sietske. Ja. Wat gezegd dat juf Corine even bij ons op bezoek kwam in het filmpje. En jullie hebben wel allemaal meegezongen, hè? Vast wel. Ja, hè? Nou, wij gaan ook iets doen voor jullie. We gaan jullie namelijk leren hoe je een huis kan tekenen. Ja, hè? En dan heb je natuurlijk een stift voor nodig of een potlood. Of misschien heb je zelfs wel krijtjes thuis. Of verf met een dikke kwast of een dunne kwast. En ik heb hier ook mooie stabilo pennen. Je mag zelf kiezen wat je gebruikt, wat jij thuis hebt. Ja. Je hebt vast wel iets en je hebt ook vast een papiertje. Wij hebben hem even hier opgehangen, zodat jullie het goed kunnen zien. Ja, maar Mariska, nou kan je het papiertje zo ophangen dat hij hier heel lang is. Ja. Maar we kunnen hem ook omdraaien. Kijk, en is hij hier heel lang. Ja. Mag jij kiezen wat jij graag wil? Zal ik beginnen? Is goed. Gaan juf Carline en ik samen de tekening maken. Nou. Ik begin met de onderkant van het huis. Zo. Eigenlijk gewoon een rechte lijn, hè? Ja, het is eigenlijk heel makkelijk. En dan ga ik hier net zo'n rechte lijn naar boven maken. En aan die kant ook. Dat zijn de muren van het huis. En dan maak ik een dak. Een dak is in een puntje, hè? Ja. Ja. Zo. En ook aan die kant. Zo, en dan maak ik hier zo een heel klein streepje. En dan ga ik nog een keer omhoog. Zo, en aan die kant ook.
Een huis met een puntdak. Kijk. Ja. En nou lijkt het wel, als ik zo nog een streep doe. Zien jullie de figuren die ik ook zie? Onderkant van het huis lijkt wel op een vierkant. En de bovenkant van het huis met het dak, dat lijkt wel op een driehoek. Heel goed. Heel goed. Hadden jullie al lang gezien, hè? Ja. Maar ik mis nu nog wat in het huis. Namelijk een raampje op zolder. Misschien slaap jij daar zelf wel. Dan teken ik daar gewoon een klein vierkantje in. Zo. Vier rechte lijnen. En om het een beetje gezellig te maken, kan je er misschien wel gordijntjes in tekenen. Kijk, dan maak je een half rondje. En een streepje naar beneden. En dat doe je hier ook. Een half rondje en een schuine streep naar beneden. Maar juf Mariska, kunnen we ook al naar binnen in dit huis? Nee, dat kan nog niet. Wat hebben we daarvoor nodig dan? We moeten er nog bij. Ja. Jullie weten dat al lang. Oh, ik hoor het al. Ja, een deur natuurlijk. Maar wat voor vorm heeft een deur? Ja, het lijkt een beetje op een vierkant, maar dan veel een lang vierkant. Noem je een rechthoek. Zal ik een rechthoek maken? Ja, is goed. Ja? Maken we een beetje aan de zijkant van het huis. Rechthoek. Zo. En wij hebben thuis ook een raampje in onze voordeur. Dus dan doe ik hier een vierkantje in. En een heel klein rondje van de deurknop. Zo. Kijk. Weet je ook een ander woord voor een rondje? Ja, cirkel. Ja, goed zo. Zo. Zal ik anders een heel groot cirkel tekenen? Want soms heb je ook wel een raam in de vorm van een cirkel. Kijk, teken ik die op de eerste verdieping. Zo, mooi. Dat is ook dan een raam. Ja. En wat hebben jullie zin? Kijk, het wordt nu weer lekker weer. Maar afgelopen winter hebben wij ook iets in huis en dan wordt het lekker warm. Maar dan heb je ook iets nodig wat dan vaak op het dak een beetje uitsteekt. Ja, juf Carlien bedoelt een kacheltje of een haard, hè? Ja. En wat zit er dan op het dak als je een haard hebt thuis? Ja, ze weten het wel, hè? Ja. Schoorsteen. Kijk, zal ik die erbij tekenen? Zo, daar is die. Mooi. Nog één raampje doen? Is die dan klaar? Ja. Hieronder nog eentje? Ja, dat is wel handig, hè? Bij de keuken of wat daar de woonkamer is. Vind ik dat altijd wel heel leuk om even naar buiten te kijken. Zo. Nou. Ik vind hem mooi. Ik vind hem ook mooi. Wij gaan hem straks nog even inkleuren, als jullie niet kijken. En ik ben benieuwd naar jullie huizen die jullie hebben getekend. Zo, jongens en meisjes. Vandaag gaan we weer iets nieuws leren. En misschien kennen jullie deze letter al. Of misschien is die helemaal nieuw. Maar we gaan de letter K leren. Ik zal hem even zo doen, kan je het zien hoe die moet. De K. Doe maar even mee thuis. De letter K. Heel goed. En wat ik dan altijd doe in de klas, ik laat de kaarten zien. En als je de letter K ziet, moet je even roepen ja. Doen jullie mee? Oké. Is dit de letter K? Nee hè? Dit dan? Ook niet. Is dit de letter K? Ook niet. Is dit dan misschien de letter K? En deze? Dit is de letter K. Dat klopt. Hebben jullie goed gezien? Wat begint er met de letter K? Eens even nadenken. Weten jullie al wat? Zoek thuis maar iets wat begint met de letter K. En maak daar een foto van en stuur het naar je meester of je juf. Ik heb nu een filmpje. Het gaat over de letter K. Kijk maar eens even met me mee. Lettersfeetje. Hallo allemaal. Hallo. Daar zijn we weer. Van de bergen tot de dal in de letter jungle. Hoi, vlindertje. Zet ze bij elkaar. Lezen is het leukste. Hey. Lezen is het leukste dat er is.
Ben je er helemaal klaar voor? Ja, tandenborstel, knuffel, schoon shirt, alles zit erin. Doe je je oma de groeten van ons? Dat zal ik doen. Moeten we je wel de hele week missen. Kom, krijg je een kus. Tot ziens, makker. Ik wil ook een kus. Mwah. Nou, dag. Wacht even, Jip. Oh, hoi. Hi. Hi. Wat staat er op je shirt? Als je dat plakt, krijg je kus. Kus. De k is de eerste letter. Als je goed om je heen kijkt, zie je de k. In de deeghaak van deze mixer zie je een k. En in deze tuindeur zie je een k. En kijk eens, bij deze spoorwegovergang zie je ook een k. De k. Joehoe, ik ben er weer. Nou zeg, waar is iedereen nou? Fijn dat je er weer bent. Hoe was het? Het was heel leuk bij oma. Maar ik ben toch blij dat ik weer terug ben. Kus. Nou, dit was het filmpje van de letter K. Ga thuis even zoeken. En wij zijn heel erg benieuwd naar jullie, wat jullie allemaal hebben gevonden. Op de bingokaart, de nieuwe bingokaart, staat ook dat je allemaal dingen met de letter K moet zoeken. Dus succes! En nu gaat juf Calista verder uitleggen wat er allemaal gedaan moet worden met de opdracht van de bingokaart. Ik ga jullie deze week de nieuwe bingokaart uitleggen. En als het goed is, hebben je papa en mama die al via de mail gekregen. En daarbij hoort weer een dertigtal opdrachten. Het is precies dezelfde bingokaart als de vorige keer, alleen er zijn nieuwe opdrachten bijgekomen. En vandaar dat ik eventjes aan de hand van alle plaatjes jullie alles ga uitleggen. Het eerste plaatje is kleien. En de vorige keer mocht je een huis kleien, misschien kun je nu iets anders gaan kleien. Het tweede plaatje is spelen. En de vorige keer heb je heel erg leuk gespeeld, maar deze keer mag je iets anders gaan spelen. Dan staat er het plaatje met een bal. En daar staat, gooi een bal in de lucht en vang hem weer op. Nou, ik heb hier een bal gepakt. En deze bal, die kun je dus in de lucht gooien en hem weer opvangen. Heb je nou geen bal in huis, dan kun je dat natuurlijk ook altijd met een wc-rol doen. Dan gooi je de wc-rol in de lucht en die vang je weer op. Je kunt natuurlijk de wc-rol of de bal ook overgooien met iemand. De volgende, dat is dit plaatje. En dat is iemand helpen. Deze week mag je ook weer iemand helpen. Dan nummer 5. Nummer 5 is buiten spelen. En natuurlijk mag je ook weer buiten spelen. Let er wel op dat er geen andere kinderen in de buurt zijn natuurlijk. Nummer 6. Hoe klinkt een? En daarvoor moet je eventjes op een website gaan. En de link die staat hier op het papier. En die hebben papa en mama ook gekregen via de mail. Het volgende plaatje is nummer 7. Dat is dit plaatje. En daarbij hoort We're going on a bear hunt. Misschien heb je wel wat beren gezien in de omgeving. Wij gaan op berenjacht, betekent dat. En bij deze opdracht mag je de link aanklikken en kun je het verhaal in het Engels zelf bekijken. De volgende opdracht is opdracht 8. Een spelletje. En dat hoort bij dit plaatje. Zoek 8 spulletjes, 8 verschillende dingen. Leg ze onder een doek of een kleed. En haal er iemand bij en haal dan zonder dat die ander het ziet er eentje weg. De ander moet dan raden welk dingetje je mist.
En zo kun je dat meerdere keren met elkaar gaan doen. Het volgende plaatje, dat is plaatje nummer 9. Het plaatje is wandelen. Ga een eindje wandelen en misschien zie je dan ook wel af en toe een beer ergens achter een raam. Hou wel de afspraken in acht. Nummer 10, dat is verkleden. En de vorige keer mocht je je verkleden en misschien kun je deze week je wel als iemand anders verkleden. 11, helpen koken. Misschien mag je je papa of mama wel helpen met het koken van iets. Bijvoorbeeld een eitje koken. Of misschien heb je wel gezien in het filmpje van kind.tv hoe je pannenkoeken moet maken met beschuit. Dat is ook een hele leuke om te doen. En natuurlijk mag je ook een appeltaart of zoiets bakken. Mag je zelf weten, wel in overleg met papa of mama. De volgende, dat is nummer 12. Kies een boek die je zelf leuk vindt en vertel deze aan papa of mama. Dus je gaat het verhaal vertellen aan papa of mama. De volgende, nummer 13. Dat is dit plaatje. Maak een huis van een kaartspel. En misschien heb je wel kaarten thuis, een kaartspel thuis, maar het kan ook met een kwartetspel. En daarvan proberen een huis te maken. Dat is heel moeilijk, maar je kunt het altijd proberen. De volgende, 14. Die hoort bij dit plaatje. En dat is de bewegingsopdracht van meester Gerrit, die je in het filmpje hebt kunnen zien. Nummer 15, dat is helpen met de tafel dekken en ook deze afruimen. Dus je gaat eerst helpen met de tafel dekken en als je dan klaar bent met eten en drinken, dan mag je hem gaan afruimen. Nummer 16, en die is heel belangrijk. Even helemaal niets doen. Ga maar lekker ergens zitten of liggen waar je je prettig voelt. En dan kun je gewoon lekker even helemaal niets doen. De volgende, dat is nummer 17. En die vinden mijn kinderen, Feline en Leanne, ook heel erg leuk. Dat is het liedje Opa Bakkenbaard. En die mag je opzoeken op YouTube. En de leukste vinden wij eigenlijk die van Juf Roos. Er zit ook nog een filmpje in met Juf Roos en Gijs. En de volgende, dat is nummer 18. En de vorige keer heb je een muziekinstrument gemaakt. En nu mag je met je muziekinstrument meespelen met het liedje. Dus dan moet je, papa of mama moet even helpen met de link. En met je zelfgemaakte muziekinstrument mag je meespelen. De volgende opdracht, dat is nummer 19. En dat is een liedje in iedere kleine appel. Die mag je meezingen. Nummer 20. Dat is een puzzel maken. En ik weet dat heel veel kinderen van jullie heel goed puzzels kunnen maken. Dus maak een zo moeilijk mogelijke puzzel. Maar let op, eerst met de buitenkant beginnen. Hè? Dan de volgende. Dat is nummer 21. En dat is een spelletje spelen. Dus speel een spelletje met je papa of mama of je broer of je zus. Nummer 22. En die vinden wij heel erg leuk. Dat is, stuur een foto van jezelf, met dat je bezig bent aan een bingo-opdracht, via de mail naar je meester of juf. En probeer maar eens of je dit ook zelf kunt doen. Samen met je papa of mama natuurlijk. Maar heel graag verzamelen we al de foto's en filmpjes. Verzamelen en dan kunnen ze misschien een keer op KleuterTV laten zien. Nummer 23. En bij nummer 23 ga je buiten luisteren of je de vogeltjes kunt horen fluiten. Nummer 24, dat is een instructiefilmpje van hoe je een boek moet vouwen. Dus met dat filmpje mag je zelf proberen om een boek te vouwen. Nummer 25, dat is scheur uit een tijdschrift of een krant of iets anders waar heel veel letters in staan. En wat mag van je papa of mama? 10 keer de letter K. Weten jullie nog de letter K? Dus de letter K die je hebt geleerd, die mag je dus 10 keer gaan uitknippen en opplakken. 26. Nummer 26 is teken in je zelfgemaakte boek en schrijf je naam op de voorkant. Dus je hebt eerst het boek gemaakt en dan mag je daarin tekenen en vervolgens je naam op de voorkant schrijven. Dan nummer 27.
geef iedereen die bij jou in huis woont een compliment. En ik weet ook dat de kinderen van groep 1-2D dat heel goed kunnen, want die zijn heel goed in complimentjes geven. Dan nummer 28, we zijn er bijna. Dan mag je gaan schilderen. Dus je mag zelf weten wat je gaat schilderen en hoe je dat doet. Nummer 29 is helpen met een klusje in huis. Dus of stofzuigen, of misschien wel de was in de wasmachine doen, of de was opvouwen. Heel veel kinderen kunnen dat heel erg goed. En als laatste, eigenlijk de belangrijkste van de kaart vind ik zelf, spelen. Lekker gaan spelen met je eigen speelgoed. Dat mag natuurlijk ook. Heel veel plezier, jongens en meisjes. En zet hem op. Goedemorgen allemaal. Ik heb hier een boek van Ties en Treintje. Ik ga jullie een verhaal vertellen. En het verhaal heet Josephine. 6 en dan puntje, puntje. En dan een 2 en dan een 8. Treintje kijkt naar de roze wekker op haar nachtkastje. Het is nog te vroeg om naar papa en mama's kamer te gaan. Dat mag pas om 7, puntje, puntje, 00. Er piept een klein straaltje licht naar binnen. Treintje stapt uit bed en kijkt door een kiertje van het gordijn. Het regent buiten. Voor haar raam staat een grote boom met mooie groene bladeren die waaien in de wind. Treintje kijkt ernaar. Maar wat ziet ze? Iets grijzigs in de boom. Ze klimt op de vensterbank en drukt haar neus tegen het raam. Achter de waaiende bladeren ziet ze duidelijk iets bewegen. Het is een vogel, een duif en hij zit op een nestje van kleine takjes. Ah, wat schattig. Treintje springt van de vensterbank en rent naar haar slaapkamerdeur. Dit moet ze aan papa en mama vertellen. Maar dan ineens bedenkt ze zich. Ze kijkt op de wekker. 6 puntje, puntje, 3-0. Nog steeds geen 7. Wat nu? Treintje weet zeker dat papa het heel leuk zou vinden om een duif op een nest te zien. En Ties ook. Ze vinden het vast niet erg om wakker te worden voor zulk belangrijk nieuws. Treintje draait aan de deurknop. De laatste keer dat ze met de 6 in de wekker naar papa en mama's bed was gelopen, was mama heel boos geworden. En toen had Treintje een dode vlieg gevonden. En dat was ook belangrijk nieuws. Maar mama vond van niet en had gezegd dat ze alleen maar mocht komen als ze een dode olifant in haar bed zou vinden. Is een duif op een nest net zo bijzonder als een olifant in je slaapkamer? Treintje weet het niet. Ze besluit om nog even te wachten. De regen kletst tegen het raam. Hoe zal ze de duif noemen? Saar? Of Dolly? Of Petronella? Ze bekijkt de duif eens goed. Haar veren zijn grijs, maar lijken ook wel een beetje blauw. Zal ze haar blauwtje noemen? Of Josephine? Ja, dat past het beste. Josephine. Eigenlijk is het best een beetje zielig voor Josephine. Ze zit daar maar nat te worden op haar nest. Ze heeft een paraplu nodig. Of een dekentje. De duif rekt zich een beetje uit, staat op en draait een klein rondje. En Treintje ziet twee eitjes liggen onder haar dikke verenbillen. En plop, Josephine zit er weer op. Die kuikentjes in die eitjes hebben het wel lekker warm, denkt Treintje. Maar hoe moet dat nou als ze eruit kruipen als het regent? Dan krijgen die kleine vogeltjes heel veel druppels op hun kopjes. En dan worden ze verkouden en dan liggen ze te rillen. En dan moet die moeder eten voor ze zoeken. Dan kan er een roofvogel aankomen. En dan kunnen die kleintjes nog niet vliegen. Dan worden ze misschien wel opgegeten. Treintje wordt er helemaal verdrietig van. Wat ontzettend zielig voor Josephine. Want dan is ze haar jonkies kwijt. En dan heeft ze al die tijd voor niks in haar eentje op dat nest gezeten. Er verschijnt zomaar een traan in Treintjes oog. Ze zou eigenlijk een huisje voor de familie Duif moeten maken. Met een klein deurtje en een klein raampje en een klein duivenkacheltje erin. Dan hadden ze het lekker warm en dan kon er niks gebeuren. Dan kon er ook geen roofvogel bij ze komen, dan waren ze veilig. Dan konden ze lekker spelen bij het kacheltje en groot en sterk groeien. En dan opeens voelt ze een warme hand op haar schouder. Treintje draait zich om en ziet papa.
En ineens komt er een hele harde snik uit haar keel. Die roofvogel gaat Josephine opeten en ze hebben helemaal koude kopjes, roept ze. Josephine? Papa kijkt haar vragend aan. Nou, kijk daar! Treintje wijst naar het nest. Papa ziet het en zegt, wat leuk, een nestje. Maar ik zie helemaal geen roofvogel of koude kopjes. Nee, nou nog niet, zegt Treintje bezorgd. Maar als ze geboren worden en het regent en ze worden nat en er zou een roofvogel aankomen, dan zou dat toch hartstikke gevaarlijk zijn? Papa knikt. Ja, dat zou hartstikke gevaarlijk zijn. Daar heb je wel gelijk in. Maar dat is nu toch helemaal niet zo? Treintje zucht. Nee, maar het kan wel gebeuren, zegt ze. Tja, zegt papa. Alles kan gebeuren. Er kan ook een schatkist uit de lucht vallen. Of een olifant in je bed liggen. Kom, wij gaan aankleden. Je moet straks naar school. Treintje kijkt naar de wekker. 7:07. Hoogste tijd om op te staan. Het is opgehouden met regenen. Dag Josephine, fluistert Treintje. Goed op je eitjes passen, hè? Ik kom vanmiddag weer naar je kijken. En ze geeft de duif een handkusje. En Josephine, die doet tevreden haar oogjes dicht. Dag. Ik wens jou een dak boven je hoofd. Dat je huis een thuis mag zijn. Je tafel vol met brood. Dat je rustig slapen kunt. De hele nacht. Dat de liefde van je leven op je wacht. Ik wens jou genoeg om door te gaan. Dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan. Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd. Met kinderen om je heen tot aan het eind. Een muur voor de wind en een vuur voor de kou. Een jas voor de regen en een vriend dicht bij jou. Een muur voor de wind en een vuur. Jas voor de regen en een vriend dicht bij jou. Ik wens jou vrede toe om wie je bent. Dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent. Dat de liefde aan je hart vervulling geeft. In elk van de seizoenen dat je leeft. Een muur voor de wind. Jas voor de regen en een vriend dicht bij jou. Een muur voor de wind en een vuur voor de kou. Jas voor de regen en een vriend dicht bij jou. Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats. In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang. In het donker loop ik naast je als een trouwe engel. Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang.